Ik wil nu als eerste woorden roepen, Henk ook, met het stikstofkarretje. Henk, je moet eigenlijk weg. Ik zie dat die rijder van de Marel ook bij naar voren komt. Ik weet dat je weg moet. Mijn excuus dat we je niet eerder hebben een beurt gegeven. Maar bij deze microfoon, Henk. Ja, ik wil je bedanken, Jeroen, voor de mooie woorden. We staan hier vandaag om eenheid te creëren. En zolang ik lid ben van LDO en FDF, hebben we geprobeerd om ze bij elkaar te krijgen, al te koren. En dat is vandaag gelukt. Yeah. En ik hoop dat ze samen nog heel lang werken om deze overheid op andere gedachten te brengen. Want we gaan door met de acties. Elke actie telt. Net zo lang tot een witte vlaggetje uit de toren hangt. En belangrijk vind ik dat we de burgers achter ons krijgen. Die hebben we al achter ons, maar die moeten we behouden. Door vlaggen uit te delen bij iedere actie. Alleen al met onze boeren gaan we dit niet redden om het kabinet weg te krijgen. Dat kan alleen met de hele bevolking achter ons. Ik dank jullie wel. Ja, en wij danken jou. Zoals ik zei, je bent een hele bescheiden man, maar je vecht vol vuur door voor je doel. Laten we deze man allemaal een verschrikkelijk groot applaus geven. Je gaat keer op keer voorop. Het liefst dat je tussen de konijnen. Maar geef allemaal een hartelijk applaus voor Henk Koning.